Hey, welkom bij een nieuwe vlog. Allereerst iedereen een geweldig 2023 gewenst. Het is vandaag 2 januari. Tijd dus om eens te bekijken wat mijn aanwinsten van de maand december zijn. Eerste pakketje ontvangen op 1 december, dus echt begin van de maand. Pakketje van Argonia, was dat daarin? Ten eerste een facsimile uitgave van Fantastic Four 52. Wat maakt die Fantastic Four speciaal? Dat is de eerste verschijning van Black Panther in een Marvel comic. Dan The Death of Superman 30th Anniversary Special. Dat is een one-shot uitgekomen vanwege de 30ste verjaardag van The Death of Superman. Toch best wel een belangrijk verhaal. Dus ja, ik dacht, laat ons dat dan maar eens uitproberen. Amazing Spider-Man 13. Amazing Spider-Man 14. En de reeks die ik op dit moment enkel koop voor de tekenaar, zullen we maar zeggen. Spider-Man nummer 2. Eerste deel viel al bij al nog goed mee, wetende dat het door Dan Slott geschreven is. Als je de special op Disney Plus hebt gezien rond de Marvel Way of Making Comics, waar dat slot iets mee te maken heeft, want schrijven zou ik dat niet noemen. Het eerste deel viel gewoon mee. Ik hoop dat het tweede deel niet plots veel minder is. Het is en blijft Mark Bailey die het tekent. En dan de New Warriors Omnibus nummer 2. Beetje een impulsaankoop geweest, toegegeven. Waarom heb ik deze gekocht? Ik had de eerste Omnibus gekocht. Omdat die door Mark Bagley getekend was. En ja, ik zag de tweede staan. Komt waarschijnlijk weer snel out of print. Het is Fabian Nicieza. In principe een goede schrijver. Dus ik heb er wel alle hoop op dat dit wel goed gaat zijn. Begin december had ik ook nog een consumptiecheck van 40 euro die dringend op moest. Die verviel op 6 december. En blijkbaar kon je daar ook mee betalen bij de standaardboekhandel. Nu, ik had ook nog een bonnetje van 3 euro bij de standaardboekhandel, omdat ik blijkbaar genoeg punten had gespaard op mijn klantenkaart. Dus ben ik eens langs gegaan voor wat stripverhaal te kopen. Wat heb ik daar gekocht? Onder andere de Kiekeboes 4 door 3, wat dat eigenlijk een hommagealbum is. 4 verschillende verhalen door verschillende schrijvers en tekenaars. Daarnaast, de Kiekeboes, Kind van de Rekening. Laatste nieuwe Kiekeboe. Een godverdomse klootzak nummer 3. Beestenburg nummer 3. Schitterende reeks trouwens. Moest iemand die nog niet hebben gelezen, zeker doen. De nieuwe Alpha. En Piet Pinter en Bert Bieber integraal 7. Suske en Wiske, De Verdwenen Joker, ook een hommagealbum, maar net zoals het vorige album dat Dirk Stallard heeft getekend, in de stijl van de blauwe reeks. En als laatste de nieuwe Torgal. In december ben ik ook nog eens langs de Stripkever langs gegaan. De Stripkever is een stripwinkel in Mechelen die eigenlijk op wandelafstand van mijn woont zich bevindt. En waar ik regelmatig al eens langs ga, al probeer ik dat tot het minimum te beperken. Aangezien dat elke keer dat ik daar binnenstap, dat eigenlijk een negatief effect heeft op mijn resterende budget van die maand. Wat heb ik daar gekocht? Ten eerste de nieuwe klaarstelling van de Verloren Gewesten. Dan Bleekwater. Daar wist ik eigenlijk niks op buiten dat ik overal daar positieve commentaren van lees. Daar wordt niks anders dan lof over gesproken. Dus dacht ik van, misschien is het de moeite om op te pikken. Dan Aurora en Ulysses, Centaur integraal 2. De iets minder bekende reeks van Saint-Ron. Al denk ik dat de Minimensjes ook niet zo super bekend is. Maar zeker, best wel een leuke reeks. Ik heb die inderdaad leren kennen in het weekblad Robbedoels. En ja, blijft nog altijd even leuk. En dan als laatste de integraal van Ringo. Ringo is een western van William van C.
Ik weet daar voor de rest niet veel over. Ik heb dat nooit gelezen. Het was William van C. Dus ik dacht van, ik neem het mee. Een van zijn meest prille werken, zal ik maar zeggen. Dus ja, benieuwd wat dat gaat geven. Op een bepaald moment kreeg ik op mijn Facebook-feed een advertentie van de standaarduitgeverij dat ze een aantal promo's in hun webshop hadden staan. Ik ben er eens in gaan kijken, waren voornamelijk oudere dingen, maar toch een aantal dingen kunnen uitoppikken. Allereerst de Old Pandersen van Herman en geschreven door zijn zoon Yves H. Ik heb het nog niet gelezen nu, maar ik heb er al eens in gebladerd en ik kan me niet van de indruk ontdoen dat ik dat al gelezen heb. Dus ja, het zou kunnen dat hij in een epo heeft gestaan of zo. Herman, Yves H. In principe zou dat goed moeten zijn. Dan de integrale uitgave van Zo. Iets wat ik zelf nog niet gelezen heb, maar altijd niks anders dan goede dingen over gelezen en gehoord. Dus zal waarschijnlijk wel goed zijn, vermoed ik. En als laatste, De Avonturen van Nero uit 1967 en 1968. Een tijd geleden is standaarduitgeverij begonnen met de Nero's vanaf de hernummering, vanaf het moment dat ze oorspronkelijk bij standaarduitgeverij kwamen en in kleur verschenen, van die te bundelen. Dat is een reeks die is vrij snel geëindigd. Na 3 volumes is die gestopt, dus ik vermoed dat die niet zo goed verkocht. De eerste 2 volumes had ik, derde had ik niet meteen opgepikt en nadien was die overal uitverkocht en was die niet meer te verkrijgen. En dan stond die plots bij standaarduitgeverij zelf in grote promo. Je kunt het hier niet zien, maar toen ik die aankreeg, die was wat... was wat dof van kleur. En ik ben daar met mijn hand zo over gegaan. Het bleek dat die vol met stof hing. Dus ik vermoed ergens dat ze nog een stapeltje van deze integralen hebben teruggevonden. Dat ergens stof lag te vergaren. Uiteindelijk een leuke aanvulling van de collectie. Ook al is het enorm spijtig dat ze na 3 volumes zijn gestopt en dat je dus niet de volledige reeks Nero in integrale gaat krijgen. Deze maand ook een pakketje ontvangen van Walt's Comic Shop. Wat zat daar dan weer in? Allereerst facsimile edition van Superman 1. Wederom zoals bij alle facsimiles, vooral voor de historische waarden die heb gekocht. Dan She-Hulk Epic nummer 3 Breaking the Fourth Wall. Deze heb ik voornamelijk gekocht nadat ik de Disney Plus reeks van She-Hulk had gezien. Die vond ik eigenlijk heel leuk. En ja, ik dacht van, wordt het tijd dat ik iets van She-Hulk ga lezen. En die Epic leek mij een mooie gelegenheid. Dan, The Return of Wolverine Trade. Ik heb indertijd de Death of Wolverine gelezen. Leek mij dan ook leuk van te lezen hoe dat hij terugkomt. Dan nog een aantal dikke boeken. Allereerst de Venomnibus by Donny Cates. Een omnibus met de volledige run van Donny Cates op Venom in. Daarnaast Gotham Central. Een reeks geschreven door Ed Brubaker, dus dat interesseert mij sowieso. Is wel volledig in trades en zo uitgekomen, maar die trades zijn wat moeilijker te vinden. En op deze manier had ik heel de reeks in één keer. En dan nog in omnibus formaat, dus waarom niet. En dan Superman, The Dead and Return of Superman omnibus. Het bekende verhaal van The Dead of Superman. Ik heb die wel in trade, want ik denk dus dat is The Dead of Superman dan de issues tussen The Dead of Superman en het begin van Return of Superman. En dan Return of Superman. Ik heb die trades wel, maar dat zijn echt oude trades.
daar scheelt wel een en ander mee. Er zitten geen covers in. Er ontbreken stukken van het verhaal. En op deze manier had ik heel dat verhaal in één keer. Doordat ik nog een klein nieuwjaarscadeau moest hebben voor mijn dochter, nog een tweede keer in de stripkever gepasseerd. Voor haar heb ik dan de buurtpolitie en Like Me strips gekocht. Maar uiteraard heb ik ook een aantal dingen voor mijn eigen meegenomen. Onder meer de derde integraal van Maarten Milaan. Maarten Milaan, een reeks die ik, een van de vele reeksen die ik in het Weekblad Kuifje heb leren kennen. En waarvan ik blij ben dat die eindelijk een keer eens opnieuw worden uitgegeven. Want de originele strips zijn eigenlijk nergens niet meer te vinden. Of amper nog te vinden. Dan de nieuwe avonturen van Nero, hommagealbum. Deze keer geschreven door Kim Duchateau, getekend door Dirk Stallaert. Nu, het leuke detail is dat Dirk Stallaert is uiteraard de tekenaar die oorspronkelijk Nero had overgenomen, qua tekeningen, dan toch van Mark Sleen. Waardoor dit eigenlijk toch wel, in mijn ogen, de feeling op zijn minst heeft van een echt nieuw Nero-album te zijn. Dus ja, kijk er naar uit om die te kunnen lezen. Dan, Krasse Knarren nummer 7. Moesten jullie nog niet bekend zijn met Krasse Knarren, zeker lezen. Heel leuke reeks over drie oudere mannen die, laat ons zeggen, nog van het leven genieten. Allee, niet allemaal even hard, maar die op elk op hun wijze toch wel nog voor veel commotie kunnen zorgen. Dan de nieuwe avonturen van Bruno Brazil nummer 3. Ja, de eerste twee vond ik wel een correct vervolg van de klassieke Bruno Brazil-reeks. Dus benieuwd of dat bij de derde ook zo is. En de jonge jaren van Durango nummer 1. Durango, een van toch de top westerns in het Franco-Belgisch stripverhaal. Lijkt mij dat dit ook wel veelbelovend is, aangezien dat het geschreven is door de originele maker van Durango. Dus het klinkt veelbelovend. Ook nog enkele stripverhalen gekregen voor Kerstmis. Voor het eerst sinds lang heb ik op mijn wenslijst voor Kerstmis ook wat stripverhalen gezet. Moet geleden zijn van toen ik 18 jaar was of zo dat ik dat nog gedaan had. Maar bon, ik dacht, waarom niet? Blu-rays, DVD's zijn moeilijker te vinden. Komt veel minder uit. En ja, als ik stripverhalen vraag die ik sowieso ga kopen, dat zijn eigenlijk ideale cadeaus. Wat heb ik gekregen? Enerzijds Paint Painter en Bert Bieber Integraal 8. Piet Pinter en Bert Bieber Integraal 9. En Nero de Stallaertjaren Integraal nummer 8. Dan ook nog een aantal dingen ontvangen van Amazon. Om te beginnen Angel Heart 8, 9 en 10. Zoals in een eerdere vlog al gezegd, Angel Heart een soort van vervolg op City Hunter. Eigenlijk een verhaal dat zich afspeelt na City Hunter, met de personages van City Hunter. Maar waarin dat de gebeurtenissen in het verleden niet altijd 100% zijn gebeurd zoals ze in City Hunter zijn gebeurd. Maar dus een echte aanrader voor de City Hunter fans. Dan One Piece nummer 103. Wederom One Piece. Daar valt niet veel woorden aan val te maken. Iedereen heeft wel een idee wat dat One Piece is. One Punch Man. Ook redelijk gekend. Gaat over een kerel die een held wou zijn en die zo hard getraind heeft dat hij veel te sterk is voor al de rest. Dan Sensia Next Dimension nummer 13. Next Dimension is het officiële vervolg van Sensia. Gemaakt door Masami Kurumada, dus de echte auteur van originele Sensia-reeks, in tegenstelling tot veel andere Sensia-reeksen die door andere personen worden gemaakt. Dit is dus het enige echte vervolg op de klassieke reeks. En ja, het duurt lang voordat de nieuwe deeltjes verschijnen. Het gaat traag vooruit, maar het is altijd wel, naar mijn mening,
Als grote Saints-fan is het een lust elke keer om toch nog het vervolg te lezen. En dan Batman Spawn, een bundeling van de twee Batman Spawn crossovers uit, ik vermoed, de jaren 90. Ik heb deze gekocht. Ondertussen is er nog een nieuwe Batman Spawn one-shot uitgekomen. Ik denk dat in februari of maart er een deluxe editie van deze bundeling uitkomt, waar dat deel ook in staat. Ik heb daar niet op gewacht, aangezien dat ik die one-shot ondertussen ook heb besteld en dat dat volgens mij goedkoper uitkwam dan de deluxe editie te bestellen. En dan, last, maar zeker als behalve least, ook binnengekregen via Amazon, et Franquin crée la gaffe. De, laat ons zeggen, redelijk legendarische boek van Numa Sadoul, waarin dat hij eigenlijk gewoonweg een transcriptie zet van zijn interviews die hij in 1985 met André Franquin heeft gevoerd. Nu, die boek is ooit één keer uitgekomen. Sindsdien in ongeveer elk boek of artikel over Franquin uitvoerig uitgeciteerd. En dat was een beetje de heilige graal onder de Franquin-fans, want die boek was nergens meer te vinden. Eindelijk is die terug uitgekomen. Eindelijk is daar een herdruk van uit. Nu, wat maakt die boek zo speciaal? Ja, enerzijds is dat een schat aan informatie, want ja, bon, dat is dus eigenlijk één groot interview van, met Franquin. Maar ja, er staan ook verschillende, even zien of ik het goed kan laten zien, verschillende schetsen, tekeningen, die eigenlijk enkel in dit boek zijn verschenen. Dus ja, ik denk een aanrader voor elke Franquin-fan. Kwestie van de man achter Just Flater, achter de beste albums van Robbe Doels, achter Zwart Kijken en achter zoveel meer, beter te leren kennen. Dus ja, heel blij dat ik dit eindelijk in huis heb. En ja, heel benieuwd, zien er echt naar uit voor dit te lezen. Bon, dat was het dus dan voor deze maand. Ik hoop dat jullie de vlog een beetje leuk vonden. Zo ja, laat zeker iets weten. Like de video. Zet een comment. En ik zie jullie graag terug in een volgende vlog. Bye!